Mijn naam is Maaike van Berkel. Ik ben hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. En ik hou mij bezig met de geschiedenis van het Midden-Oosten. Op het moment leid ik een project, een onderzoeksproject, over watervoorziening in steden in het Midden-Oosten. Duurzaam watermanagement is een van de grootste uitdagingen waar het Midden-Oosten heden ten dagen voor staat. En dat gold zeker ook voor het verleden. En des te opvallender is het dat er grote steden tot bloei kwamen in de regio. En een voorbeeld daarvan is Bagdad met zo'n 500.000 inwoners in de vroege middeleeuwen. In de geschiedschrijving worden steden in het Midden-Oosten vaak getypeerd als zwak georganiseerd, ondergeïnstitutionaliseerd. Maar ja, hoe verklaar je dan dat zulke grote aantallen bewoners duurzaam van water werden voorzien? En dat alles onder lastige klimatologische omstandigheden? Nou, die vraag proberen wij te beantwoorden met een breed scala aan historische bronnen. Poëzie zit in het DNA van China, in het keizerrijk, maar ook in de 21ste eeuw. Projectontwikkelaars adverteren met dichtregels. Social media staan nu vol met corona-poëzie. En het werk van deze dichtrobot leidt in de media tot polemiek. Er zijn wereldvermaarde beroepsdichters met duistere metaforen, al dan niet te duiden als politiek verzet. Maar ook binnenlandse arbeidsmigranten, die gedichten schrijven als getuigenis van een onmenselijk bestaan. De overheid is sponsor en censor. En er is een grote ondergrondse scene met eigen tijdschriften die je in de boekhandel niet zult vinden. Poëzie in China is een maatschappelijke praktijk op het snijvlak van esthetiek en ideologie. Ik onderzoek die praktijk door middel van veldwerk in China. Waarom? Twee redenen. Eén, ik wil weten hoe het zit. En twee, cultuur is van levensbelang. Ik ben Catharina de Tjannewijs. Ik ben hoogleraar filosofie bij de VU in Amsterdam. En ik kom oorspronkelijk uit Brazilië en ben sinds 1999 hier in Nederland. Ik doe onderzoek naar wat wij filosofen sociale epistemologie noemen. Hoe leren mensen van elkaar? Hoe weten wij dat wij te maken hebben met betrouwbare informatie of juist met desinformatie? In het bijzonder, wat is de rol van rationele argumenten in deze processen? Ik heb bijvoorbeeld het fenomeen van vaccine hesitancy onderzocht. De wetenschap zegt dat de meeste vaccins betrouwbaar en efficiënt zijn. En toch zijn er steeds meer mensen die vaccins afwijzen. Hoe komt dat? Volgens mij gaat het niet primair om een gebrek aan wetenschappelijke kennis, maar vooral om een gebrek aan vertrouwen in de instituties, zowel de overheid als de farmaceutische industrie. Vandaar dat deze twijfelaars wetenschappelijke argumenten pro-vaccinatie niet overtuigend vinden. Als lid van de KNAW zou ik me inspannen om onze kennis over deze en andere interessante belangrijke kwesties te verdiepen. Ik kijk ernaar uit. Als onderzoeker in de logica bestudeer ik de eigenschappen van informatieoverdracht. Denk hierbij aan de mechanismen van hoe wij, maar ook hoe artificiële agenten nieuwe informatie leren. Zeker als die nieuwe informatie dan ingaat tegen onze huidige opvattingen. Denk aan hoe opinies zich verspreiden in sociale netwerken. Nu met de opkomst van de grote online sociale netwerken is het denk ik cruciaal dat we beter begrijpen op welke wijze onze opinies kunnen worden beïnvloed. Er zijn bijvoorbeeld specifieke vormen van sociaal kuddegedrag, waarbij individuen hun eigen informatie negeren en de opinie van hun voorganger volgen. Wat is in dat geval het effect van meer of juist minder communicatie? Of het effect van het vermogen om beter te kunnen redeneren over de opinies van anderen. Nu, mijn werk gaat ook over informatie in de kwantumwereld. Kwantuminformatie heeft geheel andere eigenschappen dan klassieke informatie. En net daardoor is de studie van de interactie van beide vormen van informatie zo boeiend.